Wat ik zei dat je een nieuwe aflevering van Ten Strijdengek. Vandaag gaan we even een klein wintertoertje doen, want het is vandaag even spieken. En het is vandaag 17 januari 2024 en er is sneeuw geweest in Twente. En er zijn nog wat restjes nieuw, dus we gaan een beetje even op avontuur met Arriva en met de bussen door het prachtige Twente. Ik zeg heel veel kijkplezier. Zeggen dat sneeuw wellicht bestaat. Ook spoor 11 ligt er heel mooi bij in het wit. En een Arriva GTW. Volgens mij hebben deze treinen ook een update gehad. Dus aan de tweede klas van de Blonde Flirt en nu nog van die kleine tafeltjes niet meer te vinden. De tweede klas is jammer. Dus dan gaan we naar de volgende. Zeker, station Bonne mag in de sneeuw zeker niet missen. Ziet er best mooi uit, plaatje uit. Het is jammer dat het alleen donker is rond het tijdstip, want januari. Hier stappen we zo meteen weer over zo'n Arriva-bus. Een soort Volkswagen-achtige sprinter. Alleen de onderkant zijn echt gigantisch uit. Volgende halte, IKEA. Vergeet niet om uit te checken met je OV-chipkaart of betaalpas. Aangekomen met die buurtmerrie. Ik heb het één minpuntje, die omroep zo hard dat je gewoon een gehoorbeschadiging kreeg. Nou ja, we zijn in ieder geval bij onze eindbestemming aangekomen. Dus... dus we willen gaan open naar Borne toe. We gaan zo meteen met lijn 51 naar Engelo toe. En het zit als het mooi is, daar moet zo meteen zo'n Amba op zitten, zo'n Zuid-Holland Amba. Hele eerste soort, dat zijn een van de eerste categorie Amba's die nog rondrijden. Dus dat wordt echt een hele brute rit straks. We hopen dat die niet al te vol is, want het is zoals middagspits. Hoe dat ding komt er in de verte al aangescheurd. Een dikke ambassador. Een dikke ambassador met dit in. Dit is super brut dit. Bij deze bus gaan we naar Engelo Centraal.
ik heb toch wel even een positiepuntje van de lijn 51 gewacht. Die hebben namelijk aansluiting op de SNG sprinters van NS. Dat is door de week, dus we gaan met de SNG naar Enschede. En daar stappen we over op lijn 60 naar Oldenzaal. Zetpil naar Hengelo toe. De GTW in Oldenzaal vind ik ook heel erg heel interessant. Ik heb lijn 60 gedaan, dus echt een hele mooie lijn. Ik heb samen even het laatste stukje in Oldenzaal de chauffeur even geholpen. Omdat hij de route in het begin niet wist van lijn 60. Dat hij terwijl nu over de Deuningenstraat gaat. Wat ik ook tegen hem zeg, dat het gewoon heel jammer is dat deze lijn onder andere de haltes bij Frans op de Beeld en de halte bij het Avatars. Hulsbeek, dat daar geen halte is geplaatst. Dat vind ik heel jammer, want daardoor kan deze buslijn best nog wel heel interessant worden. Maar verder echt een hele mooie toevoeging. Dus nu gaan we met deze Z-pil naar Hengelo. Zelfs de Arriva GTW'tjes zijn te lang voor het perron van station Hengelo Oost. Ja, het is wel Brutus, en 6 bakken GTW. Oh, Eurobaan flirt. Maar ik vind het wel grappig dit. Ik vind het wel een verbetering deze GTW op de lijn Zwolle Zutphen Oldenzaal. Want er zitten aan meer zitplaatsen in. Wel best wel ideaal voor als er bijvoorbeeld werkzaamheden zijn. Dus je hebt meer capaciteit dan als je die linkjes hebt bijvoorbeeld. Dus ik vind het echt een verbetering. Bijvoorbeeld dat Arriva meer van dit soort treinen in Overijssel laat rijden. Op dat stuk Zwolle en het is gewoon veel beter dit. Ja, even de video afsluiten achter deze lilieamba die meer achter mij persoonlijk staat. Wat vonden we van dit mooie Twentse winterlandschap? Was super mooi. En verder echt mooi dat je nu nog even kunt filmen. Zo. Verder, Arriva heeft het goed gedaan. Geen problemen gehad met busuitval of onze vertragingen. Dus dat ging allemaal best wel goed, vind ik voor mezelf vandaag. Dus abonneer je voor meer en zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Tis Reinigek. Zeg tjus! Thank you.